deze aflevering gaan we verder werken aan dit nu al prachtige eiland door meer van jullie suggesties te bouwen. We geven het eiland een naam, we bouwen een frietkraam en ik geef een update van de nieuwe spullen die ik verkoop in de KB Super Super. Oh, en we vullen natuurlijk ook het bord weer aan met 8 nieuwe namen van abonnees. Deze boom laten we geloof ik nog maar even voor wat het is. Ik wil hem heel graag tot leven wekken, maar ik heb nog geen idee hoe ik dat aan moet gaan pakken. Oh, en laten we zo eerst maar even gaan slapen voordat het hier vol staat met creepers. Welkom bij een nieuwe aflevering, lieve mensen. Leuk dat jullie weer kijken. Wat was dat? Het klonk alsof er van alles gebouwd werd terwijl ik lekker in mijn bedje lag. Wat zien we hier? Wat is dit? Dit moeten we van dichterbij bekijken. Wat krijgen we nou toch? Binnenkort geopend, Haley's kringloopwinkel. Wow! En wat is dit? Blauwdruk van kringloopwinkel. Even kijken. Wow. Oh, dit is de bouwtekening. Ik moet zeggen dat het gebouw er wel heel erg op lijkt. Laten we even van een afstandje kijken. Dit lijkt er heel erg op. Haley's kringloopwinkel. Wat vet dat er nu een extra winkel bij komt. En als we zo een beetje spieken, dan lijkt het van binnen nog heel erg leeg. Dus ik denk dat we nog even geduld moeten hebben. Maar ik ben erg benieuwd naar wat er allemaal te koop gaat zijn hier. En nu is het wel extra belangrijk dat mijn winkel op orde is. Het kan natuurlijk niet zo zijn dat ik klanten verlies aan een kringloopwinkel, omdat ik mijn eigen winkel nog niet heb ingedeeld. Tussen deze en vorige aflevering ben ik wel een beetje bezig geweest met het verder indelen van mijn winkel. En ik heb hier ook wat pressure plates toegevoegd, zodat de deurtjes automatisch opengaan. Aan het eind had ik hier deze cd'tjes allemaal te koop gezet. En nu heb ik hier ook de snoutbanners, tijdelijk. 3 diamonds per stuk. En iemand in de reactie zei dat ik van die horns moest gaan verkopen. En dat vond ik echt een uitstekend idee, want ik heb daar ooit gewoon een farm voor gebouwd. Dus ik heb de horns opgehaald en hier in de winkel geplaatst. Voor 2 diamonds per stuk heb je nu prachtige geluidjes. Werkelijk prachtig. Hier bij de boekenafdeling heb ik ook nog de Soul Speed boekjes te koop gezet. Die we vorige aflevering uit al die bastions hebben geplukt. En ik wil dit nog aanvullen met nog veel meer boekjes. Maar daarvoor zullen we eerst villagers moeten halen. Ik heb nog geen ander dorp gezien in de buurt. Dus dat wordt nog een hele uitdaging. Maar voor 10 diamanten heb je in ieder geval een Soul Speed 3 boekje. Dat is toch beter dan niks. En de platen heb ik nog niet verkocht, maar die staan er ook pas net. Maar van het vlees heb ik wel al wat verkocht. Hier 1 diamant. En hier 1 diamant. En volgens mij heb ik ook al iets van raketten verkocht. Jazeker. Nog 1 diamant. En zo worden we langzaam rijk. Laat ik de voorraad meteen maar weer aanvullen. Ping pong pang poing. Plutje sheep. Ping pong pong poing poing poing. Poing 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 poing. Ping pong poing. In de vorige aflevering heb ik deze fabrieksfarm kantoorpand ding gebouwd. Waar ik nog steeds best wel een beetje trots op ben. Zeker ook omdat er zo'n EFK spot is gemaakt van shulkerbox magie. Waardoor je de EFK-spot niet kan zien, maar waardoor ook bijna al mijn shulkerboxen op zijn. En volgens mij zag de mysterieuze eigenaar van dit kraampje er toen een ondernemingskans in, want er worden hier nu niet alleen entrots verkocht, maar ook shulkerboxen. 1 box voor 1 diamond. En hier zelfs nog meer. Dat klinkt als een prachtige deal, dus laten we de diamonds die we net hebben verdiend meteen weer uitgeven. Scoop de papiep. 1, 2, 3. En 1, 2, 3. Shulkerboxen voor meneer KB. Kunnen we weer een aflevering vooruit. En straks gaan we het eiland een naam geven en nieuwe abonnees op het bord toevoegen. Maar eerst wil ik iets nieuws bouwen op het eiland. En dat is de frietkraam. Mees heeft deze suggestie gedaan 2 afleveringen geleden. En dan kunnen we ook eindelijk eens iets groen maken op dit bord met alle plannen voor het eiland. Trouwens, deze kan nu op geel. En er waren ook nog meer goede suggesties gedaan. Dus ik ben bang dat ik het bord ook uit moet breiden. Dat komt wel de volgende keer. We hebben nog zoveel te doen. En ik had met Haley wel al besproken dat hier haar kringloopwinkel zou komen. Maar ik had niet gedacht dat die er zo snel zou staan. En ik heb hier ook nog meer dingetjes uitgedacht. Ik dacht, hier kan wel de disco met heel veel uitroeptekens. Dat lijkt me wel cool. En dan kunnen we ook die music discs gebruiken. En een vloer met allemaal bewegende lampen. En ik kan dan ook drankjes verkopen. En we moeten ook een DJ regelen. En hier op het hoekje wil ik dan een gezellig restaurantje voor eten en gezellie. Dus daar gaan we heel binnenkort ook aan werken. Maar ik had bedacht dat ik tegenover het restaurant wel de frietkraam kan bouwen. Of patatkraam trouwens, net wat je wil. Ik wil geen discussie in de reacties, lieve mensen. Friet en patat is gewoon allebei lekker. Het is trouwens friet.
Leek me wel leuk om die frietkraam dan hier te bouwen, want er is er meteen wat concurrentie met het restaurant. Oei, een zombie op de kringloopwinkel. Ik krijg het idee dat ik tussen deze en vorige aflevering eigenlijk best wel veel heb gedaan, want ik heb namelijk ook al hier heel veel aardappels verzameld om straks te verkopen in de snackkraam. En van de andere spullen heb ik eigenlijk ook wel meer dan genoeg. Mijn winkel zit al helemaal vol, dus ik denk dat ik dit eigenlijk wel helemaal weg kan halen. Dat ruimt dan weer lekker op en dan hebben we veel meer plek voor nieuwe gebouwen. Korte free jazz sessie dan maar. Geef me heel even. Skip, tip, 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 skip, tip, 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 skip, tip, skip, tip, tip, skip, tip, 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 skip, tip, 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 tip. Ai. Ik heb hier nu de farms opgeruimd, behalve dan de aardappelfarm, want misschien gaan de frietjes wel heel erg hard. Of de patat. En dan heb ik veel meer aardappels nodig. En mocht dat zo zijn, kan ik later ook nog wel een automatische patatfabriek maken. Maar voor nu is dit denk ik wel goed. Alleen ja, ik was dit aan het opruimen. En toen kwam ik er een beetje achter hoeveel er nog aan dit eiland moet gebeuren. Moet je de achterkant van deze huizen zien? Dat ziet er toch niet uit? En nadat ik de farms had opgeruimd, had ik bijna een hele inventory vol met dirt. Dus ik dacht, nou, dat plaats ik dan hier. Dan lijkt het allemaal wat groener. Maar nu ik het geplaatst heb, lijkt het slechts op een heel klein randje. Ik dacht, dan wordt dat eiland wat meer gras. Dat ziet er een stuk gezelliger uit dan al dit steen. Maar we hebben nog zoveel te doen. Maar goed, laten we nu dan de frietkraam gaan bouwen. Daar knapt het eiland vast ook weer van op. En ik heb dit keer geen verzamelmontage. Maar ik heb wel al alle spullen, want die lagen gewoon in de oude opslag. Dus dat scheelt weer een hoop tijd. Ik heb hier spullen voor de frietkraam. En hier spullen voor de frietkraam. Aan de slag dan maar. Let's go! Ik was dus helemaal vergeten dat ik al die aardappels die ik had verzameld ook nog moest bakken. Frituren. En ik had helemaal geen kool om dat te doen, dus dat heb ik maar even verzameld. Dus nu ben ik hier in de frietkraam heerlijk aan het frituren. Trouwens, er zitten hier onder het eiland echt gigantische caves. Moet je kijken. Ik ben er een heel klein stukje ingevlogen, want ik had kool nodig. Maar dit wordt nog een heel avontuur. Dat frituren gaat wel even duren, geloof ik. Dus tijd voor een toertje. Dit is de buitenkant van mijn snack food truck. Ja, ik heb het snack genoemd om de hele friet- en patat-discussie maar even te vermijden. En hier zo heb ik een bordje ongesneden gefrituurde aardappel. Alweer om die discussie te vermijden. 4 stacks voor 1 diamond. Dat moet natuurlijk iets goedkoper zijn dan de pork chops. Het is nu nog leeg. Ik ben druk bezig met frituren. Maar hier ook 4 stacks, 1 diamond. En ik moet zeggen dat het best wel lastig is om op zo'n kleine schaal te bouwen. Normaal bouw ik veel grotere dingen, maar ik ben best wel tevreden met hoe de foodtruck is geworden. We hebben hier de achterkant met wat lampen en als we dan naar binnen gaan, dan ben ik hier dus lekker aan het frituren de hele tijd. En dan heb ik hier nog een deurtje naar de stoel van de bestuurder. En ik bedenk me nu ineens dat ik het stuur vergeten ben. Stukken beter. En heb ik hier een paar tafeltjes en stoeltjes neergezet waar mensen dan lekker hun gefrituurde aardappel kunnen eten. En er is best kans dat dit verandert op het moment dat het restaurant af is. Maar tot die tijd kunnen ze in ieder geval hier snacken. Like deze video als je ook van frietjes of patat houdt. En ik ben eigenlijk ook wel benieuwd wat jullie favoriete snack is. Dan kan ik die misschien wel toevoegen aan deze snack food truck. Want nu verkoop ik alleen maar gefrituurde aardappel. Dus laat het weten in de reacties. En dan ga ik dat misschien volgende aflevering wel doen. Liken en reageren helpt mij heel erg. Want dan denkt YouTube dat ik leuke video's maak. En dan krijgen meer mensen hem te zien. Dus het is voor jullie een hele makkelijke manier om mij te helpen. En ik ben jullie daarvoor heel erg dankbaar. Bedankt, 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 bedankt. En dat is 1 afgerond project. We komen er wel. We gaan zo de naam van het eiland bekendmaken. Maar eerst gaan we 8 nieuwe namen op het abonneebord zetten. En iemand zei dat de plaat Wait zijn favoriete plaat was. Dus die ga ik als eerst even aanzetten. Even kijken, waar vinden we die? Aha. En dan nemen we die even mee. Huppetijtjes. En ik ga de namen iets sneller op het bord schrijven dan vorige keer. Want de vorige keer klikte mensen gewoon weg terwijl ik bezig was. Ja. Ik houd jullie in de gaten. Daar gaat ie.
Was dat snel genoeg? Sta je er nou niet op, dan geen zorgen. Volgende aflevering voeg ik weer mensen toe. Laat in de reacties weten dat je geabonneerd bent. En dan sta je volgende week misschien wel op het bord. En je nou niet geabonneerd, dan zou je dat nu misschien wel kunnen overwegen. Je bent al een tijdje aan het kijken en waarschijnlijk heb je daarom naar je zin. Ik maak elke week nieuwe video's, dus dan mis je de volgende niet. Helemaal niet als je op dat belletje klikt. Dank je! En we zijn geopend! Terwijl ik bezig was met het frituren van aardappels en met het opschrijven van namen van mijn lieve abonnees, heb ik een music disc verkocht. Moet je kijken. Speciale discs. Boom. 15 diamonds. Voor de Honorside disc. We worden steeds rijker. En jullie gaan veilig in mijn treasure chest. Behalve dat iemand lekker boodschappjes heeft gedaan, is er nog iets op het eiland verschenen. We hebben een nieuw kraampje waar Franse beef jerky wordt verkocht. Het ziet er wel een beetje verdacht uit, maar de naam is juist. En hier hebben we een heuse chef beuf zesje. Chef. Chief. Chief. Chief besesje. Chiefy. Volgens mij is het Franse, dat is niet mijn sterkste kant. Als iemand weet wat deze naam betekent, lees ik het graag in de reacties. Maar we hebben dus... Oh, dit ziet er niet goed uit. Oh, we hebben dus specialiteiten. 1 emerald per stuk. En beef jerky, gewone beef jerky. 1 emerald per 4. Even kijken. Zongedroogd beef jerky, oké. Okay. Franse beef jerky klinkt ook goed. Veggie jerky, helemaal hip. En dit is dan een gewone beef jerky. En hier... Gek konijnenprutje. Franse beef jerky. Gek konijnenprutje. Nou, laten we zo'n specialiteit maar eens proberen dan. En ik heb hier nog wel wat emeralds. Die heb ik eigenlijk bij me voor het geval er een wandering trader op mijn pad komt. Maar goed. Even kijken. We doen 1 emerald per stuk. En voor een specialiteit. En laten we een specialiteit kopen. En dan gaan we natuurlijk voor de zongedroogde beef jerky. Die wil ik wel hebben. En dan doe ik 1 emerald hier zo. Super de poep. En de gewone beef jerky is 1 emerald per 4. Dus laten we ook zo 4 gewone voor een emerald. Nou, het heeft wel geholpen, maar ik voel me niet per se goed. Misschien kan ik niet zo heel goed tegen deze zongedroogde specialiteit. En ik hoor hieronder ook de hele tijd iets. Laten we even gaan kijken waar we mee te maken hebben. Oeh, dat ziet er niet goed uit. Jeef Burkey. We hebben een chef beuf zesje. Huh? We hebben beneden Jeef Burkey. En we hebben een beef jerky kraam met allemaal merkwaardige specialiteiten. En ik gok dat de persoon hier beneden iets te veel van deze beef jerky heeft gegeten. Daar moeten we voorzichtig mee zijn. Trouwens, welkom op het eiland, chef Besessi. Ik ben benieuwd waar jij je chefsopleiding hebt gedaan. En dan is het nu tijd voor de name review van dit eiland. En er kwamen heel erg veel suggesties. Echt heel erg leuk, zoals deze en deze en deze. En deze en de meeste leken wel een beetje op elkaar. Dus voor mij was het duidelijk. Het moest deze naam worden. Ik weet niet of die beef jerky nou helemaal goed valt. Ik voel me een beetje vreemd. Maar dit is het geworden. KB-land. En eigenlijk zit alles erin. KB's eiland, KB-world. En zo past het ook netjes op het bord. En ik heb het bord hier geplaatst, want de meeste mensen die hier komen, komen via de Netherportal. En die is hier zo. Ik heb daar maar even een bordje bij gehangen, want het is best gevaarlijk daar. En als je dan hier zo komt, en dan zie je meteen het bord eigenlijk. En de mensen die niet vanuit de Nether komen, die komen per boot. En die zien dan ook meteen de naam van het eiland. Nogmaals heel erg bedankt voor alle suggesties. Ik ben er erg blij mee. Hallo KB! Hey, hallo een klant! Welkom bij de KB Super Super! Ik heb een vraag. Oh, even kijken. Dit is de servicebalie, dus stel vooral je vraag. Oké, buiten staat een boom. Ja, dat, ja. Maar die is een beetje dood. Deze boom, hij is dood. Hoe komt dat? Ja, ik ken deze boom dus al sinds aflevering 25 en ik geloof dat het ooit een hele mooie boom moet zijn geweest. En hij stond eerst naast de vuurtoren, maar toen dacht ik van... Oh, ik ga een boulevard bouwen en dit een heel vet eiland maken. En toen moest ik hem verplaatsen. En nu staat hij hier een beetje dood te wezen. Ja, en ik zou dus heel graag willen dat hij weer vrolijk groen is. Maar ik heb gewoon geen idee hoe. Zullen we op onderzoek uitgaan? Ja, alleen...
Waar zullen we beginnen? En zo begon het avontuur. Hé, hey, weet jij misschien hoe we een boom tot leven moeten wekken? Arnold, weet jij hoe we een boom tot leven wekken? Oh, hij knikte. Hij knikte gewoon. Maar hij zegt niks. Meneer Varken! Weet jij misschien hoe je... Het is een beetje druk hier. Weet jij misschien hoe je een boom tot leven kan wekken? Hallo, meneer de pastoor. Weet u misschien hoe we een boom tot leven moeten wekken? Ja, nee. Dit schiet ook niet op. Weet een van jullie misschien hoe we een boom tot leven kunnen wekken? Wat zeg jij nou? De kelder. Probeer de kelder. Probeer de kelder. De kelder? Welke kelder? Ineens was het voor KB duidelijk. Hij moest terug naar de kelder met de mysterieuze machine. Hopelijk kon die antwoord geven op die ene vraag. Wow, KB. Wat is dit allemaal? Ja, dit is dus de machine die me ooit heeft geholpen met het verzamelen van heel erg veel spullen. Je kunt hem dus van alles vragen door hier gewoon iets in te doen. Gewoon een briefje? Ja, dus misschien weet de machine wel hoe we een boom tot leven moeten wekken? Oké, maar ik heb wel papier, maar ik heb geen anvil. En die. Hupsie flupsie. Zo, beste machine, hoe wek ik een boom tot leven? Hierin? Klinkt als een goede vraag. Oké. Spannend dit. Daar gaat hij. Oh, wauw. Wauw. En daar komt hij. Het antwoord. En wat zegt hij? 1 diamond. Oh, dat was ik vergeten te zeggen. Het kost wel geld. Heb je een diamond toevallig? Ja, ik heb wel een diamond. 1 diamond. Daar gaat hij. Spannend. Oh. Wat hebben we hier? Wat is het? Wat staat erin? Het is een recept. Een recept? Tot leven wek potion. Voor 1 diamond? Ja. Is toch een mooie deal? Ik heb nog wel een vraag. Lieve machine, waar vind ik een papegaai? Papegaai? Maar we kwamen toch voor een boom? Ik weet niet of die... Oh ja, hier komt hij. 1 diamond is 1 antwoord. Jongen. Maar ik wil wel heel graag een papegaai. Dat is het liefste wat ik wil in de hele wereld. En? Oh, er komt nog meer. Oh, in de jungle. Wegwezen, piraat. Oh, wat zijn deze? Volgens mij heb je hem boos gemaakt. Oh jee. Ik denk dat het beter is als we weggaan. Oh jee. Snel. Ik ga er vandoor. Rennen. Nou kapitein, ik geloof dat je de machine een beetje boos hebt gemaakt met die papegaaivraag. Maar we zijn wel op veilige afstand. Wat heb je eigenlijk allemaal gekregen? Nou, allemaal deze briefjes. Oh, wat is dit dan? Even kijken. Moet KB spreken? Vindt KB onderhoud nodig? Jungle, wegwezen, piraat. Dat onderhoud dingetje, dat komt later wel. Maar je had ook nog iets van een boekje of zo? Ja, het recept. Een recept. Tot levenwek potion. Precies wat we nodig hebben. Basisingrediënten. Water, netherwort, gunpowder. Speciale ingrediënten. Een paddenstoel van de rug van een mushroom. Gestampte glowberry. Een rabbit foot. Phantom membrane. Een wither rose. Een heart of the sea. En een spoorblossom. Dit wordt geen eenvoudige klus. Maar als dit de manier is om de boom tot leven te wekken, dan denk ik dat we gewoon maar op zoek moeten gaan naar de ingrediënten. Het zijn 7 speciale ingrediënten. Bij welke zullen we beginnen? De bovenste? De bovenste klinkt als een uitstekend idee. Op naar een... Hoe noemen ze een eiland eigenlijk? Hoe heet zo'n eiland? Een Mushi-eiland. We gaan daar naartoe! Het eerste ingrediënt is dus een paddenstoel van de rug van een mushroom. Nou, ze paddenstoel vinden vrij eenvoudig, maar een mushroom? Als het goed is, hebben we hier linksbovenin... Daar zo? Een mushi-eiland. En daar moeten we dan dus een koe scheren die van die gekke paddenstoel heeft. Kan jij bij de kaart? Verkeerde. Oep, breek de tent af. Oké.
kleiner. Ik zie alleen nog geen koeien. Nee, ik zie ook nog geen koeien. Dit wordt spannend. Oh, daar. Daar. Meteen hier zo. Kijk. Koeien genoeg. Hey, flop. Flop. Knip. Oh, geknipte. Ik heb geknipte paddenstoelen. Ja, geweldig. Oké, die moeten hij we... Hij verandert gewoon in een gewone koe. Die moeten we goed bewaren. Hé, hey, ja, sorry, het is wel een beetje zielig, want nu lijkt hij niet meer op de andere koeien. Ja, wil je een paddenstoel? Nee, die paddenstoel hebben we nodig. Op naar ingrediënt nummer 2. Oh, ik ging er helemaal naast. Floep. En nu ze toch in een boot zaten, konden ze meteen op zoek naar the heart of the sea. Een boot. Hey. Oh, nee. Alleen gekke armor. Oeh. Ja. Ja. Ja, 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 ja. Flop. Onderwater graafactie. Hey, ik heb hem. Oh. Oh. Ik moet even lucht hebben. Ja. 1 Heart of the Sea. Ingrediënt nummer 2 in de pocket. We moeten een konijn vermoorden om een boom tot leven te wekken. Turum. Ik vind het spannend. Turum. Oh, hij heeft me gezien. Oh. Bang. Oké, we hebben nu 2 van de 7 ingrediënten. En als ik zo op het lijstje kijk, dan moeten we nog gestampte glowberry, rabbit food, phantom membrane, wither rose en een spoorblossom. En glowberries en spoorblossom vinden we op dezelfde plek. Dus ik dacht, misschien kunnen we op zoek naar een lushcave. Hey, boom in zicht. Oh, en nog een azalea tree. Dit gaat helemaal goed komen. Heb je schep bij je? Zeker heb ik mijn schep bij me. Er zit gewoon alleen maar klei. Nee, huh? Hallo. Oh, daar is iets roze. Ik zie wel particles. Oké. Okay. Ik heb hem. Ja, we hebben hem. Oké, dan nu weer naar boven. Ik weet wel een plek waar we ze kunnen stampen. De wijnkelder. De wijnkelder? Ja, waar is dat dan? Oh, oh. Ik denk dat ik aangevallen word. Oh, het zijn er vet veel. Help. Ja. Oh, ja? En een phantom head. Ja, ze komen voor jou. Ze komen allemaal voor jou. Fijn is dat. Er zit er eentje vast in... Oh, dat is een creeper achter je. Wow. Zo, weer een ingrediënt binnen. Ik moet hier even voorbij komen, maar gelukkig zijn we al een heel eind. We hebben nu onderhand alweer 5 ingrediënten. We hebben de phantom membrane, we hebben heart of the sea, we hebben glowberry mousse, we hebben red mushroom van een mushroom en we hebben een spoorblossom. Dus als we het boekje erbij pakken, hoi, dan hebben we alleen nog een wither rose nodig en een rabbit food. Waar gaan we dat halen dan? Nou, waar de konijntjes zijn natuurlijk. Daar zo. Konijntjes! Eigenlijk is het echt heel heftig dat we konijntjes moeten vermoorden voor de boom, maar... Poedie. Ja. Oh ja, hij komt. Zal ik hem nu... Oh, aan mij de eer? Ja, kun je het aan? Sorry. Oh, ik heb allemaal dingen gekregen. Maar geen rabbit food. Oh, nee. We moeten er nog één. Het is wel heel schattig. Kom maar. Ja! We hebben er één! Dat is hem. Oh, let's go! Slechts hoeveel onschuldige konijnen? 1. Slechts 1 onschuldig konijntje heb ik hiervoor moeten vermoorden. 1 onschuldig konijn. Het waren er echt niet meer. Zo, dan hebben we nu al 6 van de 7 ingrediënten. We hebben alleen nog een wither rose nodig. Maar daarvoor moeten we wel naar de Nether om 3 wither skeleton skulls te verzamelen. En daarna moeten we ook nog de wither verslaan. En ik dacht wel dat we bijna klaar waren. Dat klinkt allemaal heel erg ingewikkeld. Ja. En het wordt ook nog eens donker. Oh, nee. Oh. Huh? Een wither rose. Een wither rose. Nou, dat is handig. Met het laatste ingrediënt op zak konden ze de potion gaan maken. Moment van de waarheid. En we doen de waterbottle erin. En we hebben een blaze powder. En een nether wart. En hoi. We hebben een potion. Het is een tot leven wek potion. Yes, let's go. Nou, kapitein,
aan jou de eer. Dankjewel, KB. Daar komt-ie. Wow. Er gebeurt helemaal niks. Oh. Al dat werk. Dat hele avontuur. Allemaal voor niks. Nou. Hè? Wat hoor ik?